Ik ben Martijn Lakenmeijer, ik ben 23 jaar en ik werk als acteur. En we zijn hier op de set van Hollands Hoop, tweede seizoen. Achter dit gordijn is de studio. Gaan we even kijken. Dit is een auto die we gebruiken in de serie. En er wordt hier met hele grote doeken gesleept, dat is allemaal van het lichtdepartement. En die worden gebruikt tegen bijvoorbeeld reflectie. Als je hier met de camera zo in het glas zou filmen, dan zie je een heel grote reflectie van de studio. En als je er dan een heel groot doek overheen hangt, dan zie je dat niet meer. Ik was denk ik 14, toen ik voor het eerst auditie deed voor een film. En dat was Oorlogswinter. En dat, ik kwam daar via jeugdtheaterschool Hofplein in Rotterdam. Ik had dat nog nooit gedaan en ik was ook nog nooit in Amsterdam geweest. Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht. En dus dat was echt mega spannend. En ik was, ik deed auditie gewoon voor het eerst en ik had dat gedaan. En ik dacht echt van, ja, dat was leuk om mee te maken, maar dat gaat waarschijnlijk nooit meer gebeuren. En toen werd ik 3 weken later werd ik gebeld of ik voor een tweede ronde terug wilde komen. En uiteindelijk is dat echt zo. Ben ik nog 8 keer teruggekomen voor audities en tegenspel voor andere dingen. En heb ik die rol gekregen in Oorlogswinter. Dus dat was meteen een hele grote film en een hoofdrol. Terwijl ik eigenlijk daarvoor nog helemaal geen ervaring had. De eerste toneelervaring was gewoon op de basisschool in groep 8. Dat was gewoon de eindmusical en dat vond ik superleuk. En ik had toevallig een vriend of een jongen die kende ik, die zat op de jeugdtheaterschool Hofplein in Rotterdam. En ik was wel eens kijken naar een voorstelling en ik vond dat heel tof. Dus toen ben ik daar ook heen gegaan, maar dat was gewoon vrijdagmiddag theaterles, zangles en dansles. En ik denk dat ik daar echt 5 weken ben geweest en toen was die auditie en toen ben ik daar eigenlijk nooit meer teruggekomen. Dus, het was niet omdat ik wist dat ik talent had, het is gewoon omdat ik het heel leuk vond om te doen. Dus het was net als dat je misschien tennis super leuk vond, dan ga je gewoon op tennisles. Ja. Nou, ik denk dat meedoen aan de kunstbende überhaupt al heel veel zegt over je zelfvertrouwen. Er zijn denk ik ook heel veel jongeren die het misschien wel heel graag zouden willen. Maar wellicht door hun ouders of door hun omgeving of waar dan ook te horen krijgen van nee, dit is niks voor jou. Dat moet je lekker aan andere mensen overlaten. Of weet je, die groeien misschien op in een omgeving waar dat niet echt geaccepteerd is. Of waar je gewoon een normale studie moet volgen of whatever. Dus stel je voor dat je ineens in de Westergast al meteen in de finale staat. En je staat daar voor superveel mensen te concurreren met elkaar. Ja, dat is te gek. Dan hoor je bij een top. Maar ook als het niet gebeurt, weet je wel. Ook als je al afvalt daarvoor. Dat is wat ik probeer te zeggen, is dat je gewoon al een hele stap en al heel ver bent gekomen als je überhaupt meedoet. Nou, superleuk dat jullie eventjes zijn wezen kijken hier. En ik hoop dat jullie een klein beeld hebben gekregen van hoe dat op een filmset gaat. En heel veel succes als je meedoet. Schrijf je zeker in. En toi, toi, toi.